Hallo jongens en meisjes en welkom bij weer een goed nieuwe Fortnite video. Vandaag laat ik jullie zien de eerste game die ik ook echt ga spelen. Ik ga wel even een klein beetje rustig landen, dus ik weet niet of hier überhaupt mensen willen landen op dit moment. Waarschijnlijk allemaal op deze drie nieuwe locaties en op de nieuwe medaillon. Of één van de nieuwe medaillon, want zoals jullie zien deze nog medaillonnetje Daro die ik dus hier heb aangewezen. Die gaat met een trein in volgens mij. Ik heb hier de M4CR, die is teruggekomen. Ik heb hier ook de Night of Fist, die is ook nieuw gekomen in de game. En ik heb hier de Nitro Fist, dat is namelijk ook een nieuw item. Misschien dat jullie het al een beetje weten allemaal, maar goed, dat weet ik natuurlijk ook niet. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren met het belletje aan. Ik laat zoveel mogelijk dingen weten wat ik hiervan kan, jullie kan laten zien natuurlijk, et cetera. Dit is een nieuwe plaatje, daar ga ik zo meteen heen. Die is blijkbaar al gepakt. Hier zit geen medaillon. Er zijn dus drie medaillonnen ook in totaal. En je hebt hier een medaillon. Ik ga zo meteen proberen om hier naartoe te gaan. En ja, zover mogelijk om met de game proberen te komen. We hebben hier een Nitro Splash. Die geeft je volgens mij snelheid. Maar ik ga even zo snel mogelijk looten voor jullie. En dan, En wat jullie trouwens net zagen. Normaal gesproken krijg je uit grote ammo boxen krijg je alleen maar ammo. Maar je krijgt dus deze Nitro Splash krijg je dus uit. Dus ook heel nice. Dan heb je ook de combat. Oké, nice. Laat jullie gewoon even allemaal wat leuke dingen zien. We gaan vanzelf gaan we mensen tegen kunnen komen in de game om die toeval. Ja, ik wil bijna zeggen toeval. Maar om die even neer te krijgen. Er zitten nog wat wapens in die we, die we er al een hele tijd in hadden, ook voor seizoen natuurlijk. Ik bedoel daar eigenlijk mee. Maar ook van dit seizoen. Dat daar is ook nieuw, zie ik. Geen idee wat dat allemaal in had, maar goed, dat zien we vanzelf wel. Oké, dit geeft dus bijna ook shield. 20. Oké. Okay. Ik heb alleen maar 20 shields, ga je. We zien dat ook de Thunderburst SMG er ook nog steeds in zit. Ik moet even zorgen dat ik heel snel wat suits kan vinden zodat ik jullie door kan pushen. Deze, nice. Met heel weinig shields hier namelijk, dus dat is niet goed. Ik zou zeggen, geef jullie mening over dit seizoen. En dan ben ik benieuwd in de comments wie er allemaal wat gaat sturen. Jullie krijgen allemaal watjes van mij. Voor degene die wat gestuurd heeft over het nieuwe seizoen. Probeer natuurlijk niet alleen maar negatief over te zijn. Ja, als je het echt bent over het seizoen, ja, dat is dan jouw eigen natuurlijk. Probeer ook wat leuke dingetjes natuurlijk te doen. Dus voor andere mensen ook leuk. Kijk, als je spel helemaal niet leuk vindt, moet je zelf natuurlijk weten. Maar goed, dat is mijn mening natuurlijk erover. En ik zou zeggen, geniet gewoon lekker van de video. En ik ga zo gewoon eventjes proberen wat mensen. Ja, kijken of mensen. Die wel tegenkomt, kan niet aan mijn woorden. Dus blijf sowieso kijken. De Reaper Sniper zit trouwens uit. Dus dan weet u dat ook alvast. Mocht jullie niet weten wat dat is. Voor de nieuwe mensen. Dat was dus de. Hoe het nou? Dat was dus de sniper. Die is in de schaal. Maar ik ga lekker even nog een beetje looten snel. En dan hoop ik dat ik zo meteen iemand ga zien die ik kan neerknallen voor jullie. Zodat ik toch al een paar kills heb. Heb ik een beetje wat dingen uitgelegd. En dan kan ik ook gewoon jullie er gewoon echt de gameplay laten zien waar jullie voor komen. Dus blijf even kijken. Jongens en meisjes, ik zie trouwens hier nog een nieuwe iets. Geef je ook blijkbaar yield. Nou, dit is dus de Nuka Cola. Is ook blijkbaar iets. Check gewoon mijn video's en mijn livestreams, kom je er ook vanzelf aan, want ik ben natuurlijk elke dag live gewoon. Of zo, elke dag live, dus even kijken wat dit dan is. Ik heb echt geen idee. Zo, ik heb alweer een beetje wat te stacked. Zo, ik ben alweer wat stacked in healing. En het schijnt zelfs, toen ik natuurlijk ergens van gehoord dat je meer dan 500 mensen in pubs kan krijgen. Ik ga kijken of het zo waar is. Ik zou het echt heel leuk van wel, want dan kunnen we misschien een Skype eens een keer maken voor een video. Ben bang. Nee, ze hebben dat niet gehad. Oké, dan weten we dat ook weer. Ze hebben het niet. Dat hebben ze dus niet toegevoegd. Dat vind ik jammer. Maar goed. Ze kunnen ook niet alles doen. Maar ik dacht misschien is dat leuk, maar dat was een fake. Dat was dus fake.
Trouwens, reed gewoon lekker grinden. Ja, gewoon lekker veel weer. Je kunt dus 4 van steken, nice. Nog meer. Kijk, deze dingen krijg je dus daaruit. Nice. Nitro splash. Krijg je, ga je iets harder lopen. Nice. Pico's zijn gewoon hetzelfde gebleven allemaal zoals jullie hier zien. Maar je kan er dus iets opzetten. Ik weet niet of dat bij die figures zijn. Dus bij de ja, bij die normale figures. Maar goed, het is dit dan. Neem ik ze even lekker mee. Blijven hebben we ook weer rokken, super. Nou, tot nu toe zie ik niet echt iemand. Het is eigenlijk dus meer deels gewoon ja, een beetje de game info delen met jullie wat ik allemaal weet. Jullie zien hier ook dat hier, ja, hier zit dus een dingetje en hier dus. Er zijn dus in totaal 3 medaillons, waarvan eentje je speed als goed is geeft. Dus diegene die ik net had gebruikt, tenminste of dat zo is, weet ik niet. De andere geeft Infinity Ammo en die increase, als ik het goed zeg, je damage van jouw schoten dus. En verder heb ik eigenlijk ook niet echt een heel erg... idee. Ik ben echt als dit is een, echt mijn letterlijk mijn eerste punch, omdat ik even ja gewoon moest opnemen natuurlijk via die zodat zo zodat er weer content staat voor ja voor wanneer ik een video weer heb upload. Dus ja, het is nu eigenlijk een beetje zoeken waar mensen zijn. Dus nu is echt best wel saai, maar daar kan ik even niks aan doen. Dus ik heb nu weer op pauze zetten met mijn video dan. Heb ik gehaald, ik soms wordt beschoten en dan missen jullie dat weer. Is ook niet leuk. Als het eens geen echte, dan moet ik echt een keer langs, ja, langs voor gaan. Dat gaat een beetje moeilijk, maar eens een keer voor kijken. Ja, we gaan maar gewoon die medion in pushen. Want ik denk niet echt dat er van die hele slechte mensen nu zijn op dit moment. Of ja, tenminste. Bots, dan in dit geval NPC's, mensen die gewoon even iets minder zijn dan de gemiddelde Fortnite speler die, die best wel wat kan. Maar dus 3 nieuwe plekjes. Ja, ik heb ook best wel veel lag, meer dan eerst. Maar goed, dat komt omdat ik een hele grote update heb moeten doen. Hier loopt dus die ene guy. Oh. Waarom is hier eens op de klote? I know. Oké, de wapens zijn best wel chill. Ik moet alleen even met 9 omgaan. Dat is goed. Is het een nuggetje poppen? Die bolt of die booming die kan best wel. Ja, hij is best wel goed. Dus ik hoop dat ik hier ook even minimaal 1 kill kan maken in. Ja, weet niet of dat gaat. Leuk, maar dan zie je het. Thank you.
Battle Royale. Ook een Kemikami. Nou, buiten mijn kill runnen, helemaal prima. Vind ik des te beter. Alleen ik heb nu weer geen muis. Of tenminste bijna. Die andere guy zit hier ook ergens, dus ik weet ook niet waar die zit. Maar goed, dan komen we zo meteen zelf achter. Misschien een klein beetje eerst het match gaan hakken en dan daarna de rest gaan doen. Helemaal goed. Ook een beetje steen weer terug hakken en zo. Ik heb namelijk, er zit hier namelijk ergens een medaillon daarvoor, alleen ik weet niet waar die zit. En aangezien er maar drie zijn, is gelijk dat de rondje gelijk weer klein loopt. Dan heb ik liever dat ik even dit ga verhaken. Maar heeft dus net een lekkere free kill gepakt, al blijkbaar opgegeven omdat hij zo low was. Waarschijnlijk had hij geen healing meer, denk ik. Maar had hij wel. Anders zal ik deze healing item, of tenminste niet team is gepakt. Of tenminste, ik weet niet of hij team is gepakt, maar die zag ik volgens mij dan liggen. Maar goed, ik ben blij met de ene kill, maar maak ik jullie weer een beetje opblijven. Maar nog steeds dus geen 999 mist, dus dat is best wel kloten, maar goed. Fortnite heeft dat niet met een geen reden gedaan. Er zal wel een reden nog steeds achter zitten, omdat dus mensen te veel bouwen in Fortnite. Of tenminste, piramides erop maken. Deze Max, Kippy. Er is alleen nog 50 shield, hoop dat ik het ergens kan gaan halen. Dus eigenlijk zijn er weinig map changes gaande, alleen hieronder, maar dat was duidelijk omdat die zandstorm, mocht u dat niet meer hebben gekeken, dat was dus een zandstorm een paar weken geleden, of tenminste een paar weken geleden, dat ook weer niet, korte tijd geleden, is dit, oh, zo, was dus een klein eventje en daardoor kwam dus een zandstorm uit, of tenminste eerst klein natuurlijk, en dat werd natuurlijk veroorzaakt door iets, waardoor dus, ja, deze hele ellende toestand. Ik ga naar die kant toe, want daar zitten volgens mij ook nog mensen. Dus dat is eigenlijk dit gewoon gelijk een redelijke video. Ja. Daar zit ook een mensen te fighten, helemaal nice. Nog 7 mensen naast mij. Het lijkt echt pauper, maar goed. Ik kan het niet heel veel tegen doen. Daar is niemand. Daar zijn mensen ook wel lekker aan het vechten. Oké, die heeft dus waarschijnlijk wel wat medaillons gepakt. Misschien dat hij er 2 heeft, ik heb geen idee. Nou, het geeft echt ook niet zo heel erg veel, maar ja. Is niet raar. We doen het er maar op. Oh, je kan gewoon. Oké, je kan dus blijkbaar door een muur heen gaan, de bal. Oké dan. Of tenminste, de muur kapot maken met het gebeuren. Oh. Hello, prima, joh. Hier is nieuws geleerd. Even kijken hoor. Nou, volgens mij heeft eentje de 2, de andere heeft er maar 1. Dus. Ik mis alleen nog steeds 5 als shield. Ik denk hoe dagen komen even zo snel mogelijk, maar goed, we bedenken wel iets. Daar, kijk, voor hoog een gift. Oh man. Ik moet een rift pakken, anders dan kom ik niet over. En die rift, die zal ik net ergens staan. Ik heb geen idee van die waar. Oh ja. De meeste is volgens mij een andere, maar is niet heel erg.
Zal dit gelijk een win worden? Ik heb geen idee. Wordt het mijn eerste win? Er is voor een eerste video. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dit vind ik dus een beetje jammer. We hebben 1 kill gepakt, helemaal top. Ik weet niet of deze guy gaat wel, maar goed, waarschijnlijk niet. Ik vond het helemaal leuk. Ik vind het top, vind ik ook best wel prima. Ik moet alleen even leren. Ik weet ook niet of jullie me goed kunnen horen door alles aan baan. Dat is best wel intens. Kijk deze wapen. Maar vergeet te liken natuurlijk, jongens en meisjes. Vanavond ben ik gewoon lekker live. Om 7 uur met het nieuwe seizoen lekker solo's play waarschijnlijk. Geef dit seizoen voor tot nu toe een cijfer. Wat jullie hiervan vinden. Probeer ook een beetje positief te blijven natuurlijk. Dat doe ik natuurlijk ook. Laat weten ook welke rank jullie zijn. Want ja, dat kun je natuurlijk ook weer spelen. En dat is allemaal gereset. Verder, ja, probeer gewoon lekker te liken. Zoveel mogelijk. Drop een paar comments onder. En ik ga kijken wie ik een hartje kan geven. Vergeet te abonneren op dit kanaal met een belletje aan. Dit seizoen ga ik ook sowieso 1 keer in de week vrij op het spelen. Ik ga ook heel veel viewing parties houden. Tenminste heel veel, dat weet ik niet. Maar wel wat natuurlijk voor bepaalde toernooien. En van FNCS natuurlijk sowieso. Dat kun je sowieso daarop rekenen van mij. Maar ik ga het lekker afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot later.